lijkt erop alsof het mid-size segment, zeg maar het D-segment, volledig in handen is van de drie Duitsers. Hè? BMW met de 3-serie, Mercedes met de C-klasse, Audi met de A4. Maar als je dat segment dan een beetje gaat ontleden, dan zie je dat Ford een beetje heeft, hè, met Mondeo, maar dat Opel het eigenlijk gewoon best heel goed heeft gedaan de afgelopen jaren met de Insignia. En precies dat succes dat Opel scoort met de Insignia, dat heeft Renault voor ogen met de Talisman. Toch? Ja, zie je? Dat zeg ik. Je kunt zeggen wat je wil van Renault, maar er zit natuurlijk wel een prachtige verbeterheid in dat merk. Hè? Want, broer, laten we wel zijn, de grote Franse auto. Dat is nou niet echt heel vaak een heel groot succes geweest. Hè? Renault, Citroën, Peugeot. De afgelopen 20, 25 jaar, ze probeerden het. Die auto's kwamen op de markt. Soms deden ze het een beetje, maar meestal deden ze het eigenlijk niet. En dan de voorganger, ik moet eigenlijk zeggen voorgangers, van deze auto. De Laguna's. Die hadden allemaal één ding gemeen. En dat was dat de kwaliteit bedroevend was. En dus is het imago van een grote Renault en van een grote Franse auto eigenlijk niet best. Ja, en wat doen ze dan bij Renault? Ze bouwen er gewoon weer een. En nou sprak ik Laurens van der Akker, de man die deze auto heeft getekend met zijn team. Ik sprak hem op de beurs in Frankfurt en we een rondje gelopen om de Talisman. Ik zei, joh, ik vind het een hele mooie auto, een aantrekkelijke auto, goed gestileerd. Er zijn veel saaiere auto's in dit segment, dus het is absoluut knap. En hij zei zelf, ja, we zien het wel. Elk verkochte Talisman is er eentje. En ik denk dat dat wel de juiste manier is hoe je er moet instaan als Renault. Hè? Want de auto kost 30.600 voor een sedan. Later komt er ook een Station, die overigens ook erg fraai is, vind ik. Kost 1200 euro meer. Maar dik 30.000 euro. En als je dan al die andere prijzen bekijkt, hè? Neem een Superb, een Volkswagen Passat, een Mondeo, een Insignia. En zo zijn er veel meer. Die zitten er of ongeveer op, of een fractie erboven, of er flink onder. Ja, Renault is dan weliswaar geen nieuwkomer, maar ze moeten zich wel heel erg gaan bewijzen. Dus was het beter geweest als die, denk ik dan, een 1000 of 2, 3 voordeliger geweest. Maar dat is natuurlijk weer lastig, want ja, er komt een nieuwe Megane aan. Die Megane die zit er vlak onder. Die Megane, dat is wel een populaire auto, een auto, ja, waar ze zich niet heel erg meer mee hoeven te bewijzen. Dus die heeft een bepaald prijsniveau. Ja, en als die Talisman daar dan als het ware tegenaan gaat schurken, dat werkt dus niet. Bekende keuze qua motoren, 110 pk diesel, 130 pk en 160 pk. 130 pk voldoet, 160 pk dat is eigenlijk gewoon het lekkerste. Dat hebben wij nu bij ons. En die motor, dat is eigenlijk wel heel fijn. Die heeft niet alleen lekker veel vermogen, maar hij levert die kracht in een vrij breed toerengebied. Je kunt wel 200 pk hebben, maar als je die zeg maar in 500 toeren hebt, dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan. En nu heb je 160 pk in een breder toerengebied. Dat is lekker. Of een zesbak. Of een automatische zesbak met een dubbele koppeling. Daar mankeert eigenlijk ook allemaal niet zo heel veel aan. Maar waar het dan een beetje mee misgaat is die vierwielbesturing. Die zit dus ook op de S-Pass en ook op deze Talisman. En ja, ik zie het nut er niet zo van in. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Maar ik heb de laatste jaren niet vaak in een auto gezeten dat ik dacht van jongen, wat is deze auto beroerd wendbaar. En nou is het zo, hè, als je hier een haakse bocht pakt of meer dan haaks en je draait het stuur in, dan gaat hij er makkelijker doorheen. Dat klopt, hij gaat er net ietsje makkelijker doorheen. Maar het heeft ook nadelen. Ik vind de auto wat onrustig. Op hogere snelheid, zeker als je de karakterknop op sport zet, dan heb je niks in te zoeken, want dan wordt hij ook knalhard getankt. Dat is helemaal niet fijn. Die aparte dynamiek, nou, dan wordt die auto er nog onrustiger door. Hij is de hele tijd een beetje aan het bewegen en dat wil je niet. Waarom koop je een Franse auto? Omdat je er toch in enige mate wat comfort in zoekt. Die vierwielbesturing, dat had niet voor mij gehoeven. Ja, en dat harde in dat onderstel, dat had ook niet voor mij gehoeven. Wat dan ook bijdraagt aan dat, ja, wat negatieve gevoel, is dat het geluid wat uit de wielkasten komt, gewoon op een normale weg, hè, dus echt geen hele slechte weg, dat is, ja, te nadrukkelijk. Je hoort constant een beetje dat bonken, een beetje zo rumoer uit dat onderstel. Had de auto zachter gemaakt en had hem ietsje stiller gemaakt, Renault. Dan heb je ruimte zat en je zit op goede stoelen. Ze zijn er bij Renault heel trots op. Het zijn ook echt grote stoelen en die zitten prima. Die zijn aan alle kanten verstelbaar, verwarmbaar, te ventileren en zo. Maar wat dan wel weer een minnetje is, is voor de mensen die hun spiegels wat minder gebruiken, maar bijvoorbeeld tijdens een inhaalactie graag over de schouder kijken. Ik doe dat nooit, ik kijk altijd in mijn spiegels. Maar als je over je schouder kijkt, dan zie je niks. Want er zit namelijk een knots van een hoofdsteun. Dus kijk je naar links, dan kijk je tegen die hoofdsteun. Maar goed, dat zorgt er dan misschien weer voor dat iedereen zijn spiegel gaat gebruiken. Wat alleen maar goed is, denk ik dan. En als je achter het stuur zit, ik ben 1,86. Ik zit over het algemeen redelijk dicht op het stuur. En je gaat vervolgens achter jezelf zitten.
ja, dan is het nou niet echt van een reusachtig formaat. Multimedia systeem laat zich redelijk intuïtief bedienen, maar hier aan de zijkant zie je ze weer, hè? Die knopjes, ze zijn er wel, maar je voelt niet wat je doet. Je wil gewoon zo'n draaiknop hebben waarmee je dat hele systeem harder en zachter zet. Ze hebben bij Renault wat recht te zetten. En wat als je wat recht te zetten hebt? Ja, dan moet je een stapje harder zetten. Zo simpel is het. En hebben ze dat bij Renault gedaan? Nou ja, misschien een klein beetje, maar onvoldoende vind ik. Maar laten we in ieder geval eerst eens even beginnen met wat wel helemaal oké is. De aandrijflijn van deze auto. Die diesel met 160 pk, die is fijn. Die automaat, die is fijn. Ik heb ook met de versie gereden met de handbak. Dat is ook gewoon prima. Maar waar het dan weer aan schort, is de keus. Een aardgasversie, die is er niet. Een plug-in versie, die is er niet. Eentje met wat meer dynamiek, die is er ook niet. Ga naar Volkswagen, naar de Passat en je vindt wel allerlei variaties. Ja, geen variaties in de Talisman. Hij is 4,85 meter lang. Is het daarmee een echt ruimtewonder? Nee, dat is het ook niet. Ja, en dan van die kleine dingetjes, van die eigenaardigheidjes. Hè? En die besturing die dan toch, ja, vind ik, niet zo aantrekkelijk is. En dan die onderstelafstemming waar je volgens mij iets beters uithaalt, want de architectuur van het onderstel is wel gewoon goed. Als je daar wat meer nadruk op legt om dat, ja, wat comfortabeler te maken, wat stiller te maken, dan waren daar winstpunten te behalen. En dat hebben ze dus laten liggen daar bij Renault. En waar ze het dan wel goed doen, en dat is wel wat waard, en dat is ook wel een klein beetje Nederlands, het is wel gewoon een fraaie auto. En van welke kant je hem ook bekijkt, van binnen, van buiten, van achteren, van voren, het ziet er gewoon goed uit. Het is een verrijking op je oprit, de Talisman. Maar is dat voldoende?